Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doulawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Femke Joy. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Ik nodigde jou uit voor deze podcast en toen zei jij ja. En als mensen ja zeggen, word ik altijd heel erg nieuwsgierig. Dus vertel eens. Ja. Waarom? Ja. Ja. We spraken elkaar omdat we samen de MD een weekje gingen overnemen. We hadden het over onze levens. En jij vertelde over de podcast en over jouw missie. En ik vind de dood dat hoort zo bij het leven. Dat is zo verbonden aan het leven. Nee. Iets waar ik niet, waar ik niet voor wegkijk. Wat ook wel vaak is voorgekomen. En wat ik dus inderdaad doodnormaal vind. En daar praat ik graag over. Dus vandaag mijn ja. Ja. Hey, en is nou voor veel mensen is dat vreemd, hè? Praten over de dood. Want veel mensen die nemen er liever afstand van dan dat ze ermee aan tafel gaan zitten. Wat maakt dat jij het prima vindt om ermee aan tafel te zitten? Omdat ik echt gevoeld heb dat het niet zo vreselijk is, dat klinkt heel raar, maar dat het niet zo definitief is. En dat het niet zo toen het bij ons gebeurde, ik was 17 toen mijn zusje overleed, toen dacht ik, dit blijft de rest van mijn leven een zwarte wolk over mijn bestaan hebben. Dus ik had toen, en dat waren momenten, dus het ene moment kon ik voelen. Wat heel bizar is dat ik op een bepaald moment gevoeld heb, oh wat interessant, we gaan een nieuwe fase in. Dus mijn zusje overleed en ik voelde echt, dit is interessant, er gaat iets nieuws gebeuren. Ik weet nog dat ik ook in de kerk liep tijdens de uitvaart en dat ik dacht, wat leuk, al die mensen, wat gezellig en wat bijzonder. En we waren echt haar leven aan het vieren, dus het voelde ook heel... Ergens voelde het heel feestelijk. En tegelijkertijd, en dat is meer het bewustzijn wat ik daarin had. En mijn ego daarin voelde, we moeten heel verdrietig zijn. En het is heel vreselijk wat er nu gebeurd is. En het is mij ook wel eens verteld van... Iemand vertelde mij dat hij veel verdrietiger was. En dat ik niet genoeg huilde. Maar ik huilde niet in bijzijn van andere mensen. Dus toen dacht ik, ik doe iets fout. Ik moet nog verdrietiger zijn. Ik moet nog... Ja, neerslachtiger zijn. We moeten dus depressief zijn. Dat was een beetje mijn beeld bij de dood. Ja. Ik denk, dit gaat de rest van mijn leven gaat dit beïnvloeden. Ja. Hey, en hoe oud was je zusje toen zij overleed? Mijn zusje was 14. Ja, en wat is er gebeurd? Ze heeft een ongeluk gehad toen ze naar huis reed van school. Is ze door een vrachtwagen geschept. En de ambulancebroeder die vertelde dat ze op slag dood was. En dat vond ik heel fijn om te horen. Omdat ik dan wist, ze heeft geen pijn gehad. Nee. Maar het was natuurlijk donderslag bij heldere hemel. Omdat er gewoon, zoiets zie je niet aankomen. Nee. Dus dat, Nee, want ik stel me dan voor dat er waarschijnlijk politie bij jullie aan de deur is geweest. Ja, niet. Ze was voor de school aangereden. Oh. En de mentor van de school heeft mijn moeder gebeld. Wij waren thuis. Ik vroeg om 3:55, hoe laat komt onze Noek thuis? Toen zei mijn moeder, die is net klaar, dus ze zal zo wel hier zijn. En het oppaskindje van mijn moeder was ook thuis. En toen werden we gebeld. Wij zouden vrijdag op vakantie gaan. En mijn zusje heeft het wel vaker voor elkaar gekregen dat we op vakantie zouden gaan. En dat ze dan de maandag ervoor haar been brak. En dat ze dan niet meer op vakantie konden. Dus toen werden we gebeld door school dat Anouk een ongelukje had gehad. Of mijn moeder even naar het ziekenhuis wilde komen. Dus toen dachten wij, mijn moeder... Normaal gesproken was ze totaal in paniek geweest. Want zij was altijd bang dat er iets met ons zou gebeuren. Mm. Maar nu was ze zo van, dan kom ik er nu aan. En ik ben toen thuisgebleven bij het oppaskindje. Ik was 17, dus dat was geen probleem. En zij is op de fiets naar het ziekenhuis gereden. En daar heeft zij gehoord dat Anouk al dood was. Oh, jeetje. En toen is de mentor die haar gebeld had, dus ook naar die school of naar het ziekenhuis gegaan. En die hoorde daar ook dat ze al dood was.
En die is toen naar mij toegekomen. En die mentor is een hele bijzondere man. Dat was vroeger ik had op die school gezeten. Maar Hij was ook collega geweest van mijn opa. Die conciërge was op onze school. En hij was onze Sinterklaas. Dus we hadden echt een bijzondere band. Geen vrienden, maar wel echt een geschiedenis met elkaar. Yeah. En hij vertelde mij dat mijn zusje al dood was. Mm. Mijn vader die zat in Den Haag, ver weg. Wij woonden in Oosterhout. Dus die moest nog met de trein terugkomen. En die hadden ze... Ik had per ongeluk het verkeerde telefoonnummer gegeven van mijn vaders kantoor. Hij was net verplaatst. Dus ze hebben hem niet kunnen bereiken. En dat is heel fijn geweest achteraf. Want anders had hij heel de treinreis geweten dat er iets ergs... Of misschien hadden ze gezegd, er is iets gebeurd, kom even naar huis. Dus dat was heel fijn dat het ook zo gelopen is. Dat hij het niet op dat moment al hoorde. En hij hoorde het pas in het ziekenhuis. Thuis. Yeah. Ja. Ja, dus we hebben het alle drie los van elkaar gehoord. Ja, bijzonder hoe dat dan gaat, hè? Ja. Hey, en je vader die is dus vanuit zijn werk gewoon naar huis gekomen. En die had wel ondertussen gehoord dat hij naar het ziekenhuis moest komen? Of? Nee, ja, niets wetend. Hij was thuis aangekomen en de buurman die zat thuis in ons huis op hem te wachten. En hij heeft mijn vader verteld dat zo verleden was. Waarop mijn vader heel boos is geworden. Hij heeft echt tegen de deur geschopt. Er zat een zwarte streep op. Die is hij 's avonds nog eraf gaan poetsen. Want hij mag zichzelf daarin niet laten gaan. Hij moest er echt voor ons zijn. Dus hij is toen naar het ziekenhuis gekomen. En daar waren mijn moeder en ik. Dus we zijn ontzettend goed opgevangen. In het ziekenhuis waren ze heel fijn. En ook de familie kwam, werd opgehaald en is naar ons toegebracht. Dus dat zijn hele... Het is heel bizar, omdat aan de ene kant voelde ik al... Ik was nog maar 17, maar ergens zat er een soort van bewustzijn in mij die dingen al begon te snappen. En aan de andere kant was dat ego er wat... Ja, er was dat zoveel mens... Dat hele mens zijn van mij, was dat zoveel verdriet en zoveel boosheid. En dat is nog heel lang is dat zo gebleven. Ik ben heel lang heel erg boos geweest. En waar ging die boosheid over dan? Ja, wij hadden op dat moment niet een hele makkelijke situatie thuis. Waarin mijn zusje en ik wel eens onszelf afvroegen van... Oh, zouden mijn ouders bij elkaar blijven? Er was wat gedoe. Niet heel erg voor de buitenwereld zichtbaar, maar mijn zusje en ik voelden een heleboel. Mm-hmm. En wij hadden elkaar beloofd, wat er ook gebeurt, wij blijven bij elkaar. Wij gaan niet, wat er ook zou zijn, zouden ze gaan scheiden, dan blijven wij bij elkaar. Wat er ook gebeurt, wij blijven bij elkaar. We hadden ook echt een vriendschap. We waren niet alleen zusjes, maar wij deden heel veel samen. Wij speelden heel veel samen toen we klein waren. Ik kreeg later ook nog van oude vriendinnen terug. Ja, wij wilden dan met jullie spelen, maar dan... waren jullie met z'n tweeën aan het spelen... en dan kwamen we er eigenlijk niet meer tussen. Nee. En dat was op vakantie eigenlijk ook altijd. We hadden weinig vakantievrienden... want wij waren gewoon samen en dan hadden we prima. En toen ging ze dood. En ik was daar echt boos over. Ik dacht, wat doe jij nou? Dit was niet de deal. Wij zouden bij elkaar blijven. Mm. Dus ik ben heel boos geweest op haar. Ik ben heel boos geweest op iets... Niet per se God, want daar had ik niet zo... Maar ik denk, dit kan niet. Hoe kan dit nou? En ook op mezelf, dat ik dacht, had ik het niet moeten zijn? Was het niet de bedoeling geweest dat ik dood zou gaan? Ik ben de oudste. Zij had hier moeten blijven. Mm-hmm. Zij was de vrolijke. Ik was altijd serieuzer. Mm-hmm. En mensen hadden heel veel plezier aan Anouk. En zij zong en zij... ze was... theatraal en dramatisch. Als je het presteert om altijd de vakantie van je familie te verstieren. Ja, precies. Ja. Dan heb je wel iets theatraals. Ja, precies. Ja, ze had heel veel van dat. Ja, ze wilde zangeres worden. En dan kregen we op mijn verjaardag kreeg ik dan een kaartje met... Nou, dit is de laatste keer dat ik op je verjaardag ben. Want de volgende keer zit ik in New York en dan ben ik aan het zingen. En dan ben ik zangeres. En misschien dat ik met mijn helikopter naar je toe kan komen. Dus ze was daar heel... theatraal en dramatisch over. Dus we hebben daar... Fantastisch. Ja. Ja, weet je, achteraf, nu ik 40 ben, zie ik van, dit paste helemaal bij haar om dan ook heel theatraal dood te gaan.
ja, er zijn zoveel inzichten gekomen in de loop van de jaren door mijn eigen groei. Dat ik denk, ja, maar dit klopt helemaal. Ja. En ze was aangereden door een vrachtwagen, zei je. Dan kunnen we daar, mensen luisteren, die denken daar misschien van alles nog wat bij. Maar was ze nog wel, zeg maar, kon je haar nog wel goed zien? Het was heel bijzonder dat wij, zij is op een maandag aangereden. En voor het weekend hadden wij een klokhuis gekeken samen. Toevallig, want daar keken we eigenlijk niet meer naar. En dat ging over de dode hoek van een vrachtwagen. En toen lieten ze zien dat er een hele klas in de dode hoek van een vrachtwagen paste. Oh. En als ze zo bij elkaar staan, yeah, en er nog geen camera's waren of zo'n, ja, dode hoekspiegel bij zat. Of je hebt nu vrachtwagens die een open deur hebben naast hun, zodat ze gewoon echt naar beneden kunnen kijken. Oh, zo, de deur naast de... Ja, de bijrijderdeur is dan open van klas, zodat ze echt goed kunnen kijken. Die bestaan ook al. Dus wij wisten dat. En mijn zusje die reed normaal altijd aan de rechterkant van haar beste vriendinnetje. En nu reed ze links. En zij gaan de hoek om. En de vrachtwagen heeft hun niet gezien. Die moest ook de hoek om. En hij heeft haar aangetikt. Waardoor ze voor zijn banden is gevallen. Maar niet... Ja, ze was nog heel mooi. Ze was nog heel goed te zien. Dus we hebben haar echt nog gezien. Ja. Ze had een schrammetje. Maar ze was... Ja, ze was prachtig. Yeah. Ja, ze zag er nog supermooi uit. En we hebben er bij ons thuis in haar slaapkamer heeft ze opgebaard gelegen. Dus ik kon ieder moment konden we er naartoe. En de begrafenisonderneming was fantastisch. Die zeiden van, als wij Anouk bezig waren, dan vroegen ze aan mij van, wil je kijken wat we doen? Wil je erbij zijn? Is jouw zus. Oh, dus, wat fijn, omdat ze je er zo bij betrokken. Ja. Ja. Ja, was heel bijzonder. En was een Indische man. Wij zijn Indisch. Mijn vader komt uit Indonesië. Ja. En hij voelde heel erg eigen. En Lex heette die. En hij was heel erg van, ja, jij bent de oudste zus, dus je wilt haar beschermen. Dus kijk maar mee. Tijdens de uitvaart, toen kwamen ze Anouk ophalen. En toen zei hij, rij jij met mij mee? Dus toen mocht ik met hem, met Anouk rijden, zeg maar. En dat was heel bijzonder, want mijn moeder die had mij eigenlijk liever bij haar gehad. Maar ze had zoiets van, nee, dit is prima, doe maar. En toen zijn we samen naar de kerk toe gereden. En samen ook weer naar de begraafplaats toe gereden. Dus en eigenlijk tot aan het laatste, dat samen weer. Ja, ja, precies. Yeah. Precies. Yeah. En het was super druk, want het is altijd een jong meisje. Yeah. Dus de kerk zat bomvol en de begraafplaats ook. En daarom werden we geëscorteerd door politie op motor. Omdat anders het verkeer vast zou lopen. En iedere keer als zij langs reden, dan salueerden ze. En dat is weer dat theatrale. Ik moest zo lachen. Ja, het was heel dubbel, maar ik dacht, oh, dit vindt Anouk fantastisch. Dat ze gewoon, dat er gesalueerd wordt naar haar als ze voorbij rijden. Ja. En dat... Ze moest dus weten, terwijl ze daar lag in die auto, wat precies er allemaal gebeurde op ja, de dag van de auto. Maar het voelde echt alsof ze erbij was en alsof ze gewoon moest lachen van, kijk nou wat ik voor elkaar heb. Ja. En dat was het tragische en tegelijkertijd nu na 40, of nou, na 23 jaar, nou 23 jaar geleden, voel ik, ja, maar dit heeft geklopt. Ja. En dat kun je niet zeggen als het gebeurt. Als je er middenin zit, nee, tuurlijk niet. Want dat is gewoon net zo intens, dat verdriet en dat verlies en dat gemis. Ja. Ja, ze zeggen wel eens, het leven wordt voorwaarts geleefd en achteraf begrepen. Ja. Nou, ik denk dat in dit soort situaties dat juist heel erg opgaat. Precies. Ja. Ja. Want je zei net ook van, ja, het heeft... ik heb er heel veel van geleerd, hè, zei je. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, in eerste instantie dacht ik echt dat er een fout gemaakt was. Dat ik dood had moeten gaan en niet zij. Waar kwam dat vandaan? Ja, dat is zo'n... misschien een oudste gevoel. Terwijl natuurlijk dan eerst mijn ouders hadden moeten gaan en niet ik. Ja. Een soort van schuldgevoel dat ik het leven nog mag leven. Hmm. Ook een boosheid van, ja, maar ik heb helemaal geen zin om dit zonder haar te doen. En ik heb me ook heel lang, echt heel erg lang, ja, misschien tot voor kort, altijd alleen gevoeld. Het gevoel van, ik hoor samen te zijn met haar en ik ben nu gewoon alleen. Alsof ik echt een ledemaat miste. En ook het gevoel, ik wil dit leven gewoon ook eigenlijk helemaal niet meer. Terwijl ik ook voelde, ik moet het juist vol gaan leven, want zij is er niet meer. En ik heb het recht nog, of ik ben er nog. Ja. Het recht voelde ik niet. Nee. Maar meer de plicht dat ik het moest gaan doen, dus. Ja.
Ja, dat was heel, heel. Daar heb ik echt lang mee geworsteld. Totdat ik noem hem echt een vriend. Terwijl hij is numeroloog, Gerrit Jansen. Heb ik zoveel aan gehad. Die is numeroloog op intuïtieve manier. Mm-hmm, dus hij schrijft mijn geboortedatum op en mijn naam. En dan gaat hij vertellen. En hij zei van, weet je Femke, zij staat gedoucht in de coulissen en jij bent nog gewoon op toneel. En dit is zoals het hoort te zijn. En dat heeft een verandering gebracht. Want toen dacht ik, oh, maar als dat kan, als je dus gedoucht in de coulissen kan staan. En zij staat te genieten van mijn spel, zeg maar, van mijn theater. Mm-hmm. En ik voelde ook, oh ja, maar ze souffleert gewoon af en toe. Soms roept ze me iets toe of soms stuurt ze ergens in bij. En ik zag er ook echt, zoals ze dat vroeger kon, zo de haar droog knijpend in een handdoek. Ik voelde me daardoor ook veel minder alleen. Dus ik ben steeds meer gaan zien van, oh ja, maar dan is het misschien wel juist de bedoeling geweest zo. En dan klopt het misschien ook wel. En dat gevoel dat het klopt, is alleen nog maar gegroeid en groter geworden. Maar dat heeft dus wel zijn tijd nodig gehad. Dat jij dat, en ik denk dat vooral ook die boosheid daarin heel erg in de weg heeft gezeten. Omdat boosheid is dan, dat is zo'n krachtige energie. Ja. Die kan dan zo'n aanwezigheid hebben in je leven, wat ik ook heel erg goed kan begrijpen. Ja. Maar die is wel heel intens als je die niet kan loslaten. Als je echt heel erg in die ja, ik maak nu een gebalde vuist, want daar moet ik dan aan denken bij boosheid. Ja. Dat je dan echt in een soort verkramping zit. Absoluut. Wat een heel natuurlijke reactie is over, hè, zeker gezien de leeftijd en jullie verbondenheid. Dat je echt denkt, ja, zo hoort het leven toch niet? Nee, precies. Nee. Dit was niet de bedoeling. Nee. Dat zei mijn moeder toen ik in het ziekenhuis aankwam en zij bij Anouk zat. Toen zei ze, hier heb ik jullie niet voor op de wereld gezet. Nee. En dat snapte ik zo goed. Nee. En daar ben ik me heel erg aan vast blijven houden. Van ja, maar dit was de bedoeling niet. En dat is natuurlijk ook wat je overal hoort. Dit was de bedoeling niet. Een ouder hoort zijn kind niet te overleven. Weet je, dus het is, ja, dit was gewoon de bedoeling niet. Dat heb ik heel lang zo gevoeld. En ik ben daar ook echt door verhard. Ik was heel boos. Ik schermde mijn hart af. Ik heb al mijn vriendinnen afgestoten. Er was er eentje die bleef en die is er nog steeds. Yeah. En zij, als ik boos was tegen haar of haar afstoten, dan had zij zoiets van, ja, dit bedoelt ze niet zo. En dat ben ik er nu nog eeuwig dankbaar voor, dat ze me altijd heeft gevoeld van, ja, dit is er verdriet. Yeah. En mensen wisten ook niet wat ze met me aan moesten. Dat begrijp ik heel erg goed. Dat Nee, maar weet je, dat is te begrijpen. En tegelijkertijd was het ook wel heel erg te verklaren. Alleen daar kijken we dan natuurlijk niet naar. Je kijkt echt naar, oh, er staat zo'n boos driftig meisje die, nou ja, geen weg mee te bezeilen waarschijnlijk. Nee, precies. Ja, en wat moet je daar dan mee? Ja. En mensen, en zeker ook als het wel vele jaren later na zo'n verlies is, denken mensen ook helemaal niet meer terug aan dat het mogelijk daar een haakje zou kunnen hebben. Nee, dat is ook zeker zo. Ja. Ja, en wat ik ook heel naar vond is dat, en goed te begrijpen vind, is dat ik mocht alles. Want ik was dat zielige meisje wat haar zusje verloren was. Dus je werd ineens zielig. Er waren geen grenzen meer. En dat heb ik later, ben ik me dat gaan realiseren, dat ik dacht, oh, maar dat is zo onveilig geweest, dat ik, ja, ik hoefde ook bijna niet meer op school te zijn. Ik was van de 3 jaar, ik deed een mbo-opleiding. Het is ook wel bijzonder, want ik kwam van de MAVO af en ik kreeg als advies van, ja, jij zou de HAVO best kunnen, maar het eerste jaar ga je waarschijnlijk blijven zitten, want dan, dat is gewoon overweldigend. Mm-hmm. Ik kwam van een schooltje van 500 en ik zou naar een school van 2000 leerlingen gaan. Dus mijn decaan die zei, je zou ook gewoon een mbo-opleiding kunnen doen en daarna doorgaan naar hbo, want dan ben je ook 3 jaar bezig. En dat is echt de beste keuze ooit geweest. Want ik heb die mbo-opleiding heel makkelijk kunnen doorlopen met zo'n groot rouwproces aan mijn broek. En van die 3 jaar denk ik dat ik 1,5 jaar op school ben geweest. Want het gebeurde in de eerste maand, of in de tweede maand van het nieuwe schooljaar. Yeah. Ik was het eerste jaar op die school. En ik ging eigenlijk altijd eerder naar huis. En ik kwam altijd te laat. Samen met mijn vriendin. Die niet wegging. Mm-hmm, mm-hmm. En wij waren heel weinig op school. En mijn moeder vond het heerlijk als ik thuis was.
dat vond ze gewoon heel prettig om mij. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor haar natuurlijk zoiets is van, oh, maar als ik er maar in zicht heb, dan weet ik dat ik er in ieder geval niet verlies. Precies. Om dat gevoel voor je moeder, hè, als ze dan zou zeggen, ja, daarvoor heb ik je niet op de wereld gezet om je te verliezen, wat een hele logische reactie is. Precies. En dan te weten waar jij bent. Ja. Ja, dat kan me wel heel goed voorstellen. Ja. Dat dat veilig voelt. Ja, absoluut. Ja. Zeker. En dat voelde ik ook. En wij woonden bij de afrit van waar de ambulances altijd reden. En wij, toen Anouk er nog was, wisten wij, als wij een ambulance zagen rijden in Oosterhout, oh, dan moeten we nu snel naar huis. Want mama heeft die horen uitrukken. Dus waarschijnlijk is ze nu al bang dat er iets met ons is. Dus zo, dat zat er altijd al in. Ja. En dan kun je je afvragen van, heeft ze dit altijd voor voeld? Ja, dat weet ik niet. En zo, zo voelt het voor mij niet. Maar het is gewoon echt een soort van angst die in onze familie geleefd heeft. Ja. En, maar het is wel iets wat wij altijd wisten. Dat we dan gewoon snel naar huis toe moesten. Dus. Hey, en je zei, er was iets gaande in ons gezin. Hè? Jij bent onderdeel, samen met je vader en je moeder, van dit grote verlies. Wat heeft het met je ouders gedaan? Ja, mijn ouders rouwden allebei op een verschillende manier. En daar hebben ze elkaar heel erg in proberen te volgen. En dat is, mijn moeder is er ontzettend van gegroeid. Dus zij was vroeger een vrouw die niet alleen naar Tilburg durfde te rijden. Dat is 20 minuten met de auto. Dus mijn vader die moest haar naar mij toe brengen toen ik uiteindelijk op mezelf ging in Tilburg. En nu reist ze alleen, gaat ze alleen op vakantie, zeg maar. Dus uiteindelijk zijn zij gescheiden. Maar, en dat is, zij zijn echt uit elkaar gegroeid door de verschillende manieren van rouwen. Ja. Dat ging niet meer. Ja. En dat is, weet je, voor mij klopt het. En ik heb een hele bijzondere band met mijn moeder en een hele bijzondere band met mijn vader. En daar ben ik heel dankbaar voor dat we met z'n tweeën zeg maar zo echt een heel intens goed contact hebben. Maar samen ging dat met hun samen ging dat niet meer. Dat hoor je vaker, hè, als ouders een kind verliezen, dat dan vaak ze elkaar verliezen in het verwerken van het verdriet. Ja, omdat je dat zo anders doet. Ja. Ja, om whatever reason dat anders dan ook is. Ja, precies. Maar dat heel lastig is om daar in verbinding te blijven houden. Ja, ja, en er zit ook een cultuurverschil ding voor mij tussen. Dat mijn vader is echt Indisch. En dat is helemaal niet. Weet je, als je gewoon alles goed gaat, dan is daar helemaal niks aan de hand. Want dan loop je gewoon dat ritme en dat is prima. Je past je elkaar een beetje aan. Maar als ik nu terugkijk, dan denk ik, oh ja, maar dit is wel, zoals mijn vader het rouwproces van mijn zusje heeft gedaan, zo zie ik dat bij mijn oma bijvoorbeeld ook. Dus er is hij heeft een hele mooie verbinding met Anouk en hij praat altijd met haar. Hij praat ook met mij als ik er niet ben. Dan praat hij tegen onze foto's en dat is heel, voor hem heel ondersteunend en heel fijn. En mijn moeder die rouwt, ja, vanuit haar tenen, zeg maar. Dus die heeft daar heel veel verdriet en gaf daar heel veel uiting aan. Die is daar heel erg op een hele andere manier doorheen gegaan. En als ik met mijn oma spreek over bijvoorbeeld het kamp waar ze in heeft gezeten in Indonesië. Ja, dan focust ze zich ook op de goede kant en op de fijne kant. En dat is haar manier om dat goed te kunnen houden, zeg maar. Dat is weer een andere manier dan anderen dat doen. Zonder daar een verschil in te maken aan een waarde aan te hechten of een oordeel over te hebben, is dat gewoon ieder zijn eigen manier. Maar die gaan niet altijd samen. Nee, en dat is ook oké, dat je daarin, want dat is ook weer, vind ik, iets krachtigs als je elkaar in elkaars waarde laat. Ja. Ook al is dan het gevolg dat je elkaar verliest. Ja. He, want hoe intens is het als je al een kind bent verloren, dat je dan ook nog eens elkaar verliest. Ja. Voor jou als zijnde dat je zusje bent verloren, dat je dan eigenlijk ook nog eens het gezin verliest. Ja. Wat dan verdwijnt. Wat ook weer gewoon iets met jou doet. He, dus dan heb je eigenlijk verlies op verlies. En natuurlijk is verlies bij leven iets anders dan verlies bij dood. Maar het is nog steeds verlies. Ja, zeker. Dat moet je natuurlijk wel containen. Ja. Nou ja, en het voelde. Het verlies bij leven voelt voor mij heftiger dan verlies bij dood. Omdat de dood van Anouk heel schoon was. Er zat geen ruis tussen. Wij wisten dat zij wist
dat ze heel veel van haar houden. Ik weet dat zij heel veel van ons heeft gehouden. Er was geen ruis. Het was gewoon allemaal heel erg mooi. En de uitvaart was ook alleen maar mooi. Verlies bij het leven doet pijn, omdat je elkaar tegen blijft komen. En er allerlei schuld- en schaamtegevoelens tussen kunnen zitten. En ja, dus dat is ook rouw. Dat is ook dat is ook heel heftig. Ja, en het is confronterend, omdat je, denk ik, bij leven, omdat je steeds weer opnieuw het gesprek met elkaar erover kunt aangaan. Wat ook niet altijd gebeurt. Maar dat soms ook, doordat dat niet gebeurt, de pijn alleen maar nog groter maakt. Ja. Omdat je dan die ongemakkelijkheid voelt. Terwijl je echt weg en niet meer kunnen spreken, wat ook weer niet helemaal waar is. Want jij zegt zelf, ik heb nog wel eens verbinding met haar. Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk een andere manier van spreken dan dat je echt daadwerkelijk fysiek iemand tegenover je hebt zitten. Maar dat is wel echt dat brengt iets anders teweeg. Ja. Ja. Want hoe heb jij contact met Anouk dan? Hoe gaat dat voor jou? Ja, ik heb... Voor mij hebben mijn ouders een miskraam gehad. Ik heb altijd gehoopt dat ik een broer had. En dat ik wist niet van de miskraam af. En dus ik heb ook altijd gefantaseerd dat ik een broer had. En die had ik een naam gegeven. En daar fantaseerde ik over. Ik vond het niet heel leuk om de oudste te zijn. En hij was ouder dan ik, voor mijn gevoel. Totdat mijn moeder vertelde dat ze een kleintje hadden gehad voor mij. En dat hij niet geboren was. En dat zij altijd het gevoel had gehad dat het een jongen was. En dat hij dan Roy had geheten. Want ik had Roy geheten als ik een jongen was geweest. Mm-hmm. En toen dacht ik, dus ik heb wel een broer. Yeah. En dus ik heb hem altijd gevoeld. En ik heb ook altijd gevoeld dat ik iemand had die heel een mannelijke energie die achter mij stond. En die mij hielp. En dus toen klopt het in één keer. Toen overleed Anouk. En ik voelde heel erg, ze is zo dichtbij. Soms kon ik er niet missen, omdat ze zo dichtbij was. En dat vond ik raar en ergens ook wel fijn. Maar het maakte me ook boos, want ik was natuurlijk heel boos. Yeah. Dat ik dacht, maar zo wil ik het helemaal niet. En ik wil je echt. En ik wil dit wil ik helemaal niet meer. Dus ik heb dat ook heel lang weer afgehouden. Tot ik me ging verdiepen in de dood en in gidsen en in energieën van mensen, in de ziel, daarin. En toen ging ik echt voelen, dan kan ze dus ook bij ons zijn en ook weer weggaan. Maar dat was toen nog heel vluchtig, totdat ik in mijn sessies... Ik ben therapeute en in mijn sessies had ik ingevingen en ik zag in één keer, ik kan heel goed invoelen hoe die met die mannen is, zeg maar, in mijn praktijk. Ik heb heel veel stellen. En het is alsof er dan een mannelijke energie mij ook laat zien, weet je, zo en zo kan het ook zitten. En nu voelt hij dit, of nu gaat er dat door ze heen. En dit is, hou je rekening met dit stukje. En ik voelde heel erg mijn broer daarin. En ook mijn zus. Dus ik heb die sessies voelen voor mij altijd, alsof we met z'n drieën... Dat je met een drietal bezig bent, vanuit jouzelf in ieder geval. Precies, en sprekend vanuit mezelf. En ik voel mezelf daar ook echt aanwezig. Dus het is niet, er gebeurt niks geks of zo, maar het voelt heel erg alsof we samenwerken. Mm. En dat voelt heel kloppend. En dat ik... op die manier heb ik gewoon echt een... Verbinding. Een verbinding, ja. En ook naar mijn zoon toe. Mijn zoon is 8. Daar vertellen we ook echt. En we betrekken Anouk heel erg daarbij. Dus hij heeft een tante Anouk. En we gaan, als we bij oma zijn of bij opa zijn... gaan we wel eens naar het tuintje van tante Anouk toe. Zij is begraven en... Dan gaan we er eventjes heen. En we vertellen heel veel over haar. Hoe we dingen deden. Of grapjes die ze deed. Of muziek die ze mooi vond. Dus ze is op die manier nog echt een onderdeel van mijn leven. Zonder de hele heftige pijnen. Omdat het ook klopt zoals het nu is. Ja. Dat heeft even geduurd. Maar En wat heeft dan gemaakt dat het voor jou klopte? En dat je daar een soort... Ja, berusting vind ik zo'n gek woord. Maar dat je daar dan... rust bij kon hebben, dat dit is zoals het is? Ja, het is een bijzonder proces geweest, omdat het vanaf het begin voelde ik flarden van dit is zoals het hoorde te zijn. Maar dat kon ik tegelijkertijd ook niet plaatsen. En tegelijkertijd ging mijn ego daar gigantisch hard van aan. Want mijn ego die had zoiets van, maar dit is helemaal niet hoe ik het wil. En dit is pijn en het klopt niet. En we moeten hier ons leven lang over rouwen.
En dat voelde steeds minder goed. Mm. En dan had ik weer momenten dat ik echt intens gelukkig was. En dat ik voelde, oh, het is het leven mooi en wat geniet ik. En dan voelde ik haar altijd heel dichtbij me. Dat we samen aan het genieten waren. En dan was ik bezig over mijn missie. Wat ik hier te doen heb op deze wereld. En dan voelde ik zo die steun van zowel mijn broer als mijn zus bij mij. Als alle gidsen die daarbij zijn. Als ik dan zo'n flow voelde dat alles liep en alles lekker ging, dacht ik, ja, maar dit, het klopt gewoon helemaal. Er is niet, ik had niet nu een zus naast me moeten hebben die op de koffie komt met haar kinderen. En ook al zou ik dat heel tof gevonden hebben, maar het voelt ook dat het klopt zoals het nu klopt. En dat beet elkaar continu, want dat bewustzijn dat voelde, het klopt en het is zoals het is en het is helemaal goed. En het ego dat zei dan, ja, maar dat kan niet, want we moeten ons leven lang rouwen en we moeten ons leven lang de zus, de rouwende zus zijn en de rouwende moeder en de rouwende vader. En het klopte niet. En ik heb in een pittige discussie met mijn moeder wel eens gezegd, jij blijft continu die rouwende moeder. En dat ik dacht, oh ja, maar dat, hè, mijn ego dacht, ja, maar dat hoort ook zo. Dat, yeah, yeah. En mijn bewustzijn dacht, ja, maar dat hoeft helemaal niet. Want je kan ook genieten. We hebben nog zoveel. Yeah, yeah. En zij is erbij. En, yeah. Dus dat was iedere keer in botsing met elkaar. En dit zijn ook geen dingen die je tegen iemand kan vertellen. Ja, ik als dochter nam ik dan even het recht dat wel op dat moment te mogen zeggen. Ja, precies. En zij voelde ook, en we hebben er zo mooie gesprekken over gehad, ook samen, dat ze zei, maar het is zo eng om te voelen dat het klopt. Want dat lijkt alsof ik tegelijkertijd zeg, oh, dat is prima dat ze er niet meer is. Oh, helemaal goed. Ja, het is bijna het ontkennen dan van haar bestaan. Hè? Ze voelt dat. Terwijl dat het niet, juist niet is, want nee, we erkennen juist helemaal dat ze er is. Zelfs nu nog. Ja. Maar dat is heel dubbel. En dat is wat, wat ook heel spannend is om uit te spreken. Mijn moeder, het is bijna niet uit te spreken dat ze accepteert dat Anouk overleden is. Of dat ze accepteert dat Anouk dood is. Want ons ego die gaat daar direct van aan. Ja, dat kan niet. Hier kunnen we het gewoon niet mee eens zijn. Nee. En ik voel nu dat het klopt. En dat wij hier allemaal voor gekozen hebben. Dat Anouk en ik en ook Roy, dat wij en mijn moeder en mijn vader, dat ons hele systeem, hoe breed dat dan ook is, gekozen heeft voor dit leven. Yeah. En dat zij dood zou gaan. En dat we dan samen verder zouden gaan op een andere manier. Ja, op een energetische manier noem ik dat dan altijd. Precies. Ja, en dat is niet iets wat je... Maar dat vinden veel mensen lastig, hè? Als jij zegt, dit is het leven wat wij gekozen hebben. Ja. Dan wordt het voor heel veel mensen een beetje spooky. Hoezo kies je voor je leven? En hoezo heb ik dan... Hè, want dat is eigenlijk een beetje wat je indirect zegt. Ik geloof het hoor, maar dat je eigen moeder en je eigen vader hebt gekozen. Ja. En dus ook je zusje en je broer. Dat allemaal keuzes zijn geweest. Dat jij hebt gekozen voor dat gezin waar jij in bent opgegroeid. Nou, en het is ook heel pijnlijk. Want sommige mensen komen natuurlijk in een gezin waar misbruik plaatsvindt. Ja. Of waar. En dat, weet je, dat ik kan dit over mijn leven zeggen. Ik kan dit niet zeggen over iemand anders zijn leven. Wat ik daar dan ook als ziel van mag vinden. Maar dat voor mij voelt het kloppend in mijn leven. En ik kan daar niks over zeggen over iemand anders. Dit is jouw waarheid. En dat is oké, hè? Ja, nee, maar dat is meer, voelt zo. Meer omdat, weet je, ik weet ook... Ik heb het vroeger zelf ook gedacht. Dat ik dacht, ik heb mijn ouders gekozen. Wat een, bijna bullshit, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Hoezo kies je voor je leven? Welke waanzin? Wie heeft dat ooit bedacht, weet je wel, zo? Zeker. Ondertussen weet ik al jarenlang beter dat het echt wel is dat je hier... Nou ja, dat ik echt wel geloof wat jij ook zegt. Hè? Je kiest ergens voor. En dan ontstaat er om je heen wat er ontstaat. En zo heb ik bijvoorbeeld een zusje waarmee ik niet kan communiceren. Hè? Wij hebben gewoon geen contact. Nee. Het is altijd ons hele leven lastig geweest. Ik kan me weinig momenten herinneren dat ik wel met haar door een deur kon. Nou ja, ik heb gewoon mijn hele leven altijd gedoe gehad met mijn zusje. Ja. Ja, heb ik voor gekozen. Kan ik nu begrijpen waarom dat is? Ja, ik kan het begrijpen. Maar het is wel een hoop gedoe geweest, zeg maar. Hè? Precies, ja. Dus ik geloof ook heel erg in dat kiezen. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn... dat als ik dit soort verhalen dan ook wel eens vertelde... die me dan echt een beetje hoofdschuddend aan zitten te kijken. Zo van, hoe denk jij dat de wereld gecreëerd is? Maar ja, en dat is ook oké, hè? Ieder mag zijn eigen waarheid daarin hebben. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat is helemaal goed. Ja. Ja, en weet je wat het me brengt? Is dat...
op het moment dat ik echt dacht dat me alles aangedaan werd. En dat ik dat. Ja, daarin lag geen keuzevrijheid meer, geen vrije wil meer. Ik voelde heel duidelijk van. Ik kan niet. Ik kan zelf kiezen hoe ik hier dan weer mee omga. En ik kan hier iets uithalen. En toen ik ging zien dat ik iets uit haar dood kon halen. En dat ik iets uit. Legio reacties gehad van mensen. En heel veel hele mooie. Maar ook reacties die helemaal niet zo heel mooi waren. Vanuit hun onbewuste. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, er was een leraar op bij mij op school. En die zei van, jouw zusje is overleden, ja. Hoe is dat dan precies gebeurd? En dat is natuurlijk niet per se een hele mooie vraag om te stellen aan een meisje van 17. Dus ik zei, ja, ze is door een vrachtwagen geschept of overreden. Ik weet niet precies hoe ik het gezegd heb. En toen zei hij, oh ja, dus is eigenlijk een soort van verpletterd. En dat was. En ik snap nu, ja, die man die wist gewoon niet wat hij moest zeggen. En hij wilde ergens waarschijnlijk gewoon vriendelijk en aardig tegen me zijn. Maar dat was niet. Dus mijn vriendin die stond naast mij, die was meteen kwaad. Die had zoiets van, wat is dit? En ik was er een beetje uit. Ik dacht, ja, precies, dat is er precies gebeurd. Met dat beeld wilde ik niet per se zien. En ik weet nu, ik kan nu kiezen, omdat ik een vrije wil heb, kan ik kiezen hoe ga ik hiermee om? En wil ik die man blijven veroordelen? Wil ik dat stom blijven vinden? Of kan ik hieruit groeien? En kan ik zien, oh, dit is een stukje onbewust van hem. Ja. Wat doet het met mij? Ja, het werd me nog duidelijker wat er gebeurd was. Dus ik kon niet meer in de ontkenning. Het is echt gebeurd. Oké, nou ja, dan daar aan te gaan staan en alle tranen huilen die erbij horen en de boosheid voelen die erbij zat. Ja, nu denk ik, het is niet zo dat ik nou denk, goh, dat heeft die man goed gedaan. Helemaal niet, maar het is wel dat nee, ik maar voel, we doen alles natuurlijk vanuit dat punt daar waar we zijn en waar we staan. Hè? Ja. En de een kan daar heel bewust, heeft een heel groot bewustzijn. En de ander die wordt zo geraakt in ook dat verdriet van die ander of dat gemis of dat wat er gebeurd is. Die kan alleen maar, nou ja, dit soort gekke woorden dit soort woorden eruit zetten. Wat voor hem? Ja, op dat moment gewoon klopt. Ja. Maar het is terecht wat je zegt. Alles is een keus. Iedere keer weer opnieuw. In ieder moment met alles wat er in je leven gebeurt. Ja. En tuurlijk zijn sommige keuzes daarin soms best heel pittig. Zeker als je te maken hebt met het verlies zoals jij dat hebt meegemaakt. Ja, dom. Nee, je ouders overleven hun kind. Jij overleeft je zus. Nou, noem alle redenen maar op om te zeggen. Oké, nou, ik ga in de stoel hangen. Ik ben nu slachtoffer. Ja, precies. En het is echt heel erg met me. En ik ben ongelooflijk zielig. En verdriet is ongeveer het thema wat mijn leven wordt. En daar ga ik dan maar in blijven hangen. Ja dat is een keus. Ja. Dat is ook oké, hè? Ja. Want dat kan, als we het dan weer terugbrengen naar wat jij net zei van, we maken een keuze waar we terechtkomen. Dan kan dat ook de keuze zijn wat je te leren hebt hier. Ja. Dat je dus in dat verdriet hangt om waarschijnlijk nog heel veel verdriet van weet ik veel hoeveel generaties van tevoren je hebt meegemaakt. Om die dan te verwerken. Precies. Ja, ja en, dat, en het mooie is dat. Voor mij is het feit dat we kunnen kiezen is een soort van kroon op ons werk. Ja. Dus het voelt. En dan noem je het werk het leven. Ja, ja. Ja precies. Ja. De kroon op de groei die we doormaken. En voor mijn gevoel kiezen we hebben we een leven om te groeien. Mm-hmm. Dus niet om te werken, geld te verdienen en op vakantie te gaan. Maar voor mijn gevoel hebben we een leven om te groeien. En als ziel daar iets uit te halen. Ja. En in veel gevallen zelfs nog elkaar mee te helpen om te groeien. En voor mij is die visie is een kroon op ons leven. Een kroon op ons werk. Want als we dat kunnen zien. Dan overstijgen we een stukje, zonder daarin waardeoordeel te hebben. Ja, maar dan overstijgen we een stukje van het. Want wij modderen hier als mensen op deze wereld een heleboel aan. En we gaan door challenges, we hebben uitdagingen, we hebben van alles te leren en te doen. En dan kun je kiezen, ga ik hier in de slachtofferrol in blijven hangen? Of ga ik er bewustzijn uit destilleren? Dat is echt dat alchemistische proces, zeg maar. Zeker. Dat je dan de wijsheid eruit destilleert. Nou, en als je op dat punt aangekomen bent, dan zie je, ja, maar dit het klopt helemaal. En ik heb hier echt voor gekozen. Ja. En dan zijn er zoveel. Ja, dan ontstaat er magie. En dat en dan komt er ook een heel ander perspectief van leven. Ja.
Precies. Omdat dan het leven op de een of andere manier anders gaat stromen. Ja. Ja, 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 miraculeus. En dat zegt Esmeralda, die zegt dat altijd dat het magisch, het leven magisch is. En dat is het ook. Ik was met mijn moeder mijn zusje is op 13 oktober overleden. En we waren in dat weekend, 20 jaar later, denk ik, 21 jaar later, waren wij met z'n tweetjes naar Barcelona gegaan. En we hadden, ik had gepland, want je moet reserveren voor de Sagrada Familia. Dus wij gingen op 13 oktober. Ja, gingen wij zeker reserveren, ja. Ja, precies. Ja. En dus wij gingen op 13 oktober, op haar sterfdag, gingen wij naar de Sagrada Familia. Nou, het was gewoon bijzonder, hartstikke mooi. En wij liepen 's ochtends liepen wij richting de Sagrada Familia. En toen kwamen er een man met een contrabas en een gitaar. Twee mannen die kwamen voorbij. En onze paden kruisten echt. Dus hun stopten en hun lieten ons doorgaan. Zo heel elegant. En wij, oh, nou, dankjewel. Dus wij liepen voorbij. Nou, we hebben heel de dag Sagrada Familia mooi, lekker gegeten. En toen wilden we 's avonds churros eten. En ik had ergens in zo'n boekje gelezen dat je dan naar een bepaalde wijk in Barcelona moest gaan. Mm-hmm. Dus wij gingen daar naartoe. Nou, churroszaak dicht. Dus zei, oh, jammer. En toen dachten we, nou, dan dwalen we hier maar een beetje rond. Dus toen zijn we daar door die straatjes gaan lopen. En toen hoorden we muziek op een pleintje. Dus toen zijn we daar naartoe gelopen. Staan die twee mannen, staan daar muziek te maken bij een terras. Dus ik was met mijn moeder op de grond gaan zitten, zo'n stoeprand. En zij zongen daar een liedje. Nou, en mijn zusje en ik zongen. We hadden een familieband. Zij was de leadzangeres. En ze zongen daar een liedje. Dus ik denk, oh, gezellig. En iedereen was mee aan het zingen. Dus wij zongen ook mee. En toen zeiden ze, nou, dit was het laatste liedje. Dus als we die churros waren gaan eten, hadden we die jongens gemist. Mm-hmm. Dus wij zaten daar. Toen dacht ik, oh, leuk. En iedereen, ja, meer, meer. En toen zei ze, nou, nog eentje dan. En toen gingen ze Stand By Me zingen. En dat is het liedje wat ik met mijn zusje zong. Oh, echt? En dus zij zongen Stand By Me. En dus wij, mijn moeder en ik zaten daar en we dachten, nou, ja, dat was zo bijzonder. Het was zo magisch. En zij was daar zo ontzettend aanwezig. En zij liet echt merken, ik ben er. Ik ben er gewoon heel de tijd. En we hadden zo, het was zo bijzonder. En daarna ben ik naar de jongens toegegaan. Toen zei ik, ja, ik zeg, jullie lieten ons vanochtend langsgaan. Toen zeiden, ja, dat weet ik nog, dat we jullie voorbij lieten gaan. Ja. Ik zeg, nou, en nu zitten we hier, hele rare omzwervingen. Ik zeg, en jullie zingen het liedje van mijn zusje, die vandaag, 21 jaar geleden, is overleden. En dat was zo, en dat was zo'n verbinding met de jongens. Het was zo mooi. Ja, dat kan je gewoon niet bedenken. Nee. Dat bedenk je niet. Nee. Nee, en dan denk ik, weet je, dat door te zien dat we door al die pijn heen zijn gegaan, door alle shit, ja, er komt ook zoveel bij kijken. Ik was ook zo jaloers als mijn man bijvoorbeeld met zijn zus iets ging doen. Dat ik voelde, ik moet hem dit gunnen. Want dit is natuurlijk, hoort dit erbij. Mm-hmm. En tegelijkertijd die pijn van, oh, ik heb dat niet meer. En daar doorheen gaan. En dus het heeft zoveel haken en ogen, een rouwproces. En tuurlijk, en het blijft, hè. Je zei net wel van, je kunt niet het leven lang rouwen, maar er komt iedere keer weer in het leven wat je leeft, komen er allemaal weer haakjes tevoorschijn. Ja. Die weer haken aan dat verlies wat je hebt gehad. Precies. Dus dat gemis en dat verlies, dat gaat gewoon wel je hele leven mee. En dan kan je wel zeggen, nee, dat gebeurt niet. Nou, echt, soms op de gekste momenten komen die verliesmomenten weer even. Absoluut. En ja, wie had gedacht in Barcelona dat je die mensen al toeterend en spelend Stem bij wie zou horen spelen? Dat had je toch niet kunnen bedenken? Nee. En dat soort dingen gebeurt dan wel. Ja. En dat is dan weer heel mooi, dat zie je dan weer zo terug kunnen halen naar, ja, oké, ze is er niet meer, maar ze is er toch wel. Dus het is dat altijd wel dat dubbele. Ja. Ze is er niet meer en toch is ze er wel. Precies. En dat is voor mij de combinatie of het samenspel, zeg maar, tussen ons bewustzijn en ons ego, waarin, en dat er allemaal mag zijn en dat ego daarin absoluut niet slecht is. Want het is, als je me toen gevraagd had in Barcelona, had je nu fijn gevonden als ze naast je zat, fysiek? Ja, natuurlijk. Ik had het echt heel fijn gevonden als we een weekend met z'n drieën hadden gehad. Hè, met een hotelkamer met z'n drieën. Dat was echt fantastisch geweest. En ik ben ontzettend dankbaar dat ze er op deze manier ook nog is. Yeah. Dus het is altijd dat. Yeah. En nu, weet je, als mijn man nu gaat lunchen met zijn zus, dan voel ik ook, en dan zeg ik tegen mijn zus, oh, het zou fijn zijn en ook dat we, als we dat konden doen zo. En tegelijkertijd voel ik er dan zo dichtbij. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Yeah. Maar die pijn mag er ook zijn. Yeah. Dat ik op dat moment even denk, ah,
dat had ik ook wel fijn gevonden. Ja. Ja, dat dat er mag zijn en dat mijn mama dan een extra knuffel geeft en dat ik dan kan zeggen, oh, heel veel plezier, lief. En ja, dat gewoon helemaal klopt. Ja. En dan mag alles er zijn. Ja, want uiteindelijk wat je daarmee zegt, hè, is dat in pijn, en dood is natuurlijk ook pijn, of alles rondom verlies is pijn, in die pijn zit ook heel veel schoonheid. Ja. Alleen, het is wel je moet het wel kunnen zien. Ja. En dan kun je zeggen, ja, dat is een keuze. Nou, dan weet ik niet of dat... Ja, dat zal denk ik ook een keuze zijn. Want je kunt kijken naar dat wat er niet is. En je kunt kijken naar dat wat er wel is. Ja, en als je juist... Hè, dus je die pijn, die is er wel. En als je die dan aankijkt en je kan hem ook echt letterlijk doorvoelen. Dan kan er iets in ontstaan wat ook schoonheid heeft. Want weet je, de groei zit volgens mij het meest in de pijn die je ervaart in je leven. Ja, absoluut. Als we boven op de bergtoppen staan en flink staan te juichen. Ja, tuurlijk zijn we dan blij dat we die berg hebben beklommen. Maar ja, even een heel klein momentje dat we dan jippie de puppie denken. Ja, en de vreugde zit erin dat hoe moeilijker de tocht er naartoe was. Als het een vlakke weg was geweest, dan is het fijn. Maar als het een hele steile berg is, dan voelen we nog meer vreugde dat we daar staan. Ja. Ja, en dat is wat de dood absoluut doet. Ja. Dus het is zo rauw met AU, dat het is zo'n pijn. En die gaat zo, dat voel je zo in je lijf. Dus het is op alle niveaus. Dus het doet intuïtief, doet het heel veel. Emotioneel gezien doet het heel veel. Psychisch doet het heel veel. En je verstand. Maar je lijf, je hele lijf doet pijn als je rouwt. Ja, dus echt fysieke, je kunt echt gewoon letterlijk fysiek ziek worden. Ja. Door gewoon, weet ik veel, spierpijn, krampen. Ja. Ja. Noem het maar op. Ja. Die rouw kan echt inderdaad echt in je, als een soort ziekte in je lijf gaan zitten. Ja, precies. Ja, ik kan me echt nog herinneren dat ik echt huilend over de grond ging. Omdat ik het zo niet kon. Ja. En dat duurt niet heel lang. Maar op het moment dat je erin zit, lijkt dat eindeloos te duren. Precies, alsof het niet ophoudt. Ja, precies. Ja. Ja. En ik zeg nu tegen cliënten dat een zo'n verdriet, dat duurt vaak 90 seconden. En daarna wordt het lichter en wordt het weer rustiger. Maar als je erin zit, dan denk je, nou, dit houdt gewoon nooit meer op. Ja. Ik word nooit meer gelukkig. Ja. Dus ik was ook zeer verbaasd toen ik in één keer ging voelen dat ik wel weer gelukkig was. En er zit dan tegelijkertijd meteen eerst schuld overheen. Van, maar dat kan helemaal niet, ik mag helemaal niet. Nee. En het brengt ook veel angst. De dood. Mij heeft het heel veel angst gebracht. In welke zin? Toen ik moeder werd. Ik heb voor het huwelijk met mijn man, mijn huidige man, ben ik getrouwd geweest met iemand anders. En we hebben samen een miskraam gehad. En ik ben daar ben ik heel bang geweest om het meisje waar ik zwanger van was te verliezen. Mm-hmm. En ik ben intens bang geweest mijn man te verliezen. Ik ben toen gescheiden. Dat was minder pijnlijk dan ik had gedacht. Want wij waren samen tot de conclusie gekomen. Wij zijn meer vrienden, beste vrienden. En we zijn meer... Dit is niet wat we nu willen. Dus we zijn uit elkaar gegaan. Heb ik mijn huidige man leren kennen. Ja, en toen werd ik weer zwanger. En ik ben het eerste jaar doodsbang geweest dat er iets met hem zou gebeuren. Ja, snap ik wel. Omdat er een miskraam geweest was. Dus de hele zwangerschap vond ik heel erg eng. Maar ook omdat het voor mij heel voor de hand liggend is dat kinderen doodgaan. Dus en ik heb bij verder echt de keuze moeten maken van ga ik nu genieten en kiezen voor liefde? Of blijf ik voor de angst kiezen? Ja. Dat doe je redelijk onbewust, maar op een gegeven moment voel je een keuzemogelijkheid. Mm-hmm. En toen dacht ik, hij verdient de liefde. En hij verdient dat ik er volledig ben. En me niet afsluit voor hem, maar hem echt volledig toelaat. Ja. En dat was een heel groot proces geweest om meer vanuit liefde te gaan leven. Dat was echt het moment waarop ik bewust ging worden van bewustzijn en ego. Van liefde en angst en van het verstand. Maar dat snap ik ook wel. Ik bedoel, er zal vast een moment komen als hij straks 14 is. Die heel confronterend is. Maar ik snap het wel dat je dan een keuze moet maken. Van kan ik mijn kind de vrijheid geven. Wetende dat hem hetzelfde kan overkomen wat mijn zusje is overkomen. Want dat is natuurlijk iets wat je kent. Ja. En wat in jouw systeem zit als een weten. Dat overkomt kinderen. Ja, precies. Ja, en of je nou 14 bent, 8, 5 of 9. Het maakt allemaal niet uit. Het kan iedereen overkomen. Ja, precies. Ja.
En hoe heb je dat dan gedaan? Om toch vanuit die liefde, die keuze vanuit die liefde te maken? Dat is echt een groot proces geweest. Naast het proces rond mijn zusje, waar meer rust kwam, was dat heel heftig. Ik heb heel veel steun gehad aan mijn man, die dat weten niet heeft. Mm-hmm. Ondanks dat hij weet dat mijn zusje overleden is, is het voor hem geen weten dat kinderen dood kunnen. Hij heeft een dochter van nu 21. Dus ja, voor hem blijven kinderen leven. Ja, dat is heel bizar. Voor mij gaan kinderen dood. Ja. Gingen kinderen dood. Dus daar heb ik heel veel aan gehad. Hij was er heel liefdevol in. Zonder te oordelen zei hij van, oh, hier moet je hem wat meer vrijheid in geven. Mm. En hij loopt nu bijvoorbeeld alleen naar school en hij is 8. En hij komt alleen naar huis. En dat was echt een proces dat ik dat voelde van, oh, dit kan ik al wel. En telkens mezelf een beetje stretchen. Van, oh, ik mag net iets meer doen dan wat ik veilig vind. Maar ook echt therapie gehad en de MD, de microdoseringstrajecten die me inzichten hebben gegeven in liefde en in angst. Mm-hmm. Boeken van Eckhart Tolle die vertellen over het ego, die zich heel erg identificeert met het moeder zijn. Ja. En dus ja, op heel veel verschillende lagen ben ik gaan werken. En ik voelde dat ik zelf een fijner mens ben als ik vanuit liefde leef. Dat is ook een heel groot omslagpunt geweest. Ik vond mezelf niet leuk toen ik vanuit angst leefde. Dus toen ik heel boos was en mezelf heel erg probeerde te beschermen. Ik vond mezelf gewoon niet aardig en niet leuk en niet warm. En denk, ja, zo'n moeder wil ik hem sowieso zeker niet geven. Dat komt een vriendin van mij die vertelde over dat ze stage liep bij een schapen... boer. En dat was een hele onprettige man. En zij zei, ik werd daar ook onprettig van. En ik vond mezelf niet leuk meer. En die zin is in me blijven hangen. Ik voel mezelf niet leuk meer. En toen dacht ik, oh, maar ik ben ook zo. Ik hou mensen op afstand en ik stoot ze liever af. En dan dat ik ze toelaat. En ik vond mezelf helemaal niet leuk daarin. Mm. Dus ik ben daarin heel erg gaan zoeken en gaan ontwikkelen. Van ik wil in ieder geval mezelf leuk vinden. Begin bij mij en dan de rest. Ja, precies. En dat achteraf zie ik dat dat het begin is van zelfliefde. Maar dat had ik toen nog niet helder. Nee. Dus toen dacht ik alleen maar, ik wil leuker en aardiger en vriendelijker zijn. Toen ben ik, dan val je weer een ander gat. Want dan ga je in één keer allemaal pleasen. En dat is ook niet goed. Nee. Maar uiteindelijk kwam daar zelfliefde uit. Dat zijn allemaal processen die we moeten doormaken. Om dan uiteindelijk uit te komen daar waar we eigenlijk mogen zijn. Precies. Ja. In het midden bij jezelf. Ja, zeg precies. Maar. Ja. Je vertelde dus straks dat je ook voor verder, hè, jouw zoon, dat Anouk ook gewoon nog levend is. En dat je hem meeneemt in dat ze er ooit was en dat ze er nog steeds is. En dat je contact met haar hebt en verhalen vertelt over wat jullie beleefd hebben. Wat ik me afvroeg is, heb je in huis iets van Anouk staan als herinnering? Of nou, geen idee, weet ik niet. Maar. Ja, we hebben daar staan sowieso foto's. Ik hou heel erg van foto's, dus we hebben zo heel veel foto's staan. Ook van Anouk. Yeah. En ik heb een trui van haar die ik... als ik me echt gewoon niet zo heel fijn voel, hij is veel te groot. Dat was haar slobbertrui en ze was langer dan ik. Dus het is gewoon echt een grote trui. Maar daar kan ik lekker in zitten. Dus die vind ik echt heel erg fijn. Ik heb een ring van haar die mijn moeder en mijn vader hebben die laten graveren. Dat ik nooit alleen ben. En het grappige is dat ik die niet vaak kan dragen. Omdat die dan zit hij me niet lekker. En dat klopt ook heel erg. Want het is haar ring. Dus die ligt gewoon heel mooi. En dat past ook. Iedere keer is het voor mij een herinnering van ga je je eigen leven maar leven. Ik ben er toch wel. Ja, en op de mooiste momenten komt ze in een gesprek naar voren. Want dan heeft verder iets gezien en dan zegt hij, oh ja, maar dat deed mijn tante Anouk ook. Of dan ziet hij iemand met een saxofoon en dan zegt hij, oh, tante Anouk die speelde ook saxofoon. Dus ze is echt op die manier heel erg onderdeel nog van ons leven. Ja, dat is ook wel mooi, hè, dat je, ook al heeft hij haar niet gekend, en tegelijk kent hij er. Ja. Yeah. Nou, en dat is natuurlijk het bijzondere, is dat ik heel erg het gevoel heb dat ze hem kent. En op het geboortekaartje van Fedder stond beschermengel Tante Anouk.
Als het een verder meisje was geweest, dan had ze, had ze Amy Emé geheten. Mijn zusje heette Anouk Emé. En ik wilde mijn dochter absoluut niet naar haar vernoemen. Ik wilde haar een eigen bestaan geven. Maar ik denk, ja, die tweede naam, Emé is liefde. Ik denk, ja, Amy Emé vind ik dan wel heel mooi. Maar het moest ook echt een jongen zijn. En dus gewoon echt zijn eigen identiteit. Gewoon verder. Zonder tweede naam. Gewoon dat. En ja, hij zegt wel eens, ik mis haar en ik had haar graag willen leren kennen. En ik had zo graag geweten wie ze was. En ik heb heel erg het gevoel dat hij dat ergens wel weet, maar gewoon in deze wereld niet zo kan plaatsen. En dat is ook helemaal prima. En, maar ik voel heel erg dat ze heel trots is op hem. Dat ze heel dat ze heel dichtbij hem is. Ja, en dus wat ik er ook wel mooi aan vind, is dat verder eigenlijk al als kleinkind opgroeit met de dood. Ja. En dat hij al heel erg vroeg weet dat de dood gewoon een aanwezigheid is in het leven wat geleefd wordt. Ja, absoluut. En dat dat geen onbesproken onderwerp is. Nee. En dat dat gewoon mag worden aangeraakt of op tafel mag worden gelegd. Ja. Ja. Dat kunnen ook niet veel mensen. Nee. Sommige mensen vinden dat gewoon lastig om met kinderen te bespreken. Maar ja, kinderen hebben gewoon ook daar echt hun eigen fantasie of belevingswereld in. En die is helemaal oké. Okay. Ja. Vaak helpt die juist ons volwassenen om er een beetje lucht in te geven. Ja, zeker. Ja. Nou, het is ook, ik vind het mooi hoe die... want hij ziet ook dat we soms eens verdriet hebben. En dat dat dan ook helemaal oké is. En dat dan ook weer gaat. En vooral in het begin dat hij er was... Ja, miste ik Anouk veel meer nog. Ja. En was ik het er nog zeker niet mee eens dat ze er niet was. En hij spiegelt dan ook heel mooi dat als ik dat verdriet bij hem weghield, dat hij dat dan raar vond. En dat hij. Ik wilde me niet laten troosten door hem. Ik heb heel erg voor mijn ouders gezorgd toen Anouk overleden was. Dus ik wilde zeker niet dat hij voor mij ging zorgen. Totdat ik zag dat hij mij dan gewoon een knuffel kwam geven en een kusje. En dat hij zei dat. En dat ik zei, ik mis dan Anouk even heel erg. En dan zei hij, ja. En dan kwam hij me knuffel geven. En dan zei hij, nou, ik ga nou weer spelen, mam. En dan ging hij weer weg. En dat ik dacht, oh ja, maar op deze manier is troost geven wel kloppend. Want dan leert hij ook dat hij mag troosten. En dat het niet zijn verdriet is. En dat hij het niet hoeft op te lossen. En dat hij gewoon weer lekker mag gaan spelen. En dat mama goed voor zichzelf kan zorgen. Ja. Dus dat voelde heel kloppend. Dat hij, dat hij me wel mocht troosten. Maar niet dat hij het niet voor me hoefde op te lossen. En dat hij, en hij voelt het ook bij mijn moeder aan. Als mijn moeder iets weghoudt bij hem aan verdriet of aan... voor mijn moeder is het natuurlijk een heel ander proces als voor mij. Tuurlijk. Ik me totaal realiseer... het verliezen van een kind is weer heel iets anders dan het verliezen van een zusje. Tuurlijk. Dus mijn moeder die heeft haar nu zonder... Ja, ze is enorm gegroeid en zeker niet meer de rouwende moeder. Maar natuurlijk raakt het er op bepaalde momenten nog heel diep. En daar kan ze nu zo goed mee omgaan. Maar op het moment dat ze dat weghoudt bij verder, dan gaat hij ook... Ja, dan gaat hij... Hij is 8, dus hij gaat dan nog niet benoemen van... Goh, oma, er is iets aan de hand, vertel het me even. Maar dan gaat hij gewoon een beetje prikken of zo. Totdat oma echt laat zien wat er aan de hand is. En dan... Ja, als zij dan zegt, oh verder, je moet even niet zo. Want ik ben verdrietig, dan is het ook klaar. En dan heeft hij van, hè, nou... Wordt het benoemd, want dan komt er eigenlijk wat hij voelt, wordt op tafel gelegd. En dan kan hij het ook weer loslaten. Ja, precies. En dan denkt hij, oh prima. En dan krijgt ze een knuffel en dan is het weer goed. Dus hij heb je wel een mooi, heel sensitief kind op de wereld gezet. Ja. Ja, dat is heel... Heel fijngevoelig dingen aanvoelt en in de gaten heeft. Ja, precies. Yeah. Ja, zoals zoveel van de kinderen nu. Ja, zeker. Zijn er heel veel... Kinderen van nu zijn echt super sensitief. Ja. Ja, vind ik fascinerend mooi om te zien hoe ze dat, dat doen. Heb jij nog iets wat je kwijt wil? Ik ben een beetje... Ik merk dat het volgens mij rond is. Ja. Nee, ja, dit is... dit is hoe ik het zelf ervaar. Dat het gewoon klopt. Yeah. En dat het... dat ik de schone taak heb, vind ik inmiddels, om hier onze missie echt uit te mogen brengen, neer te mogen zetten. En dat ik dat, dus die voel ik heel duidelijk. En dat is pas sinds... Ja. En dan nog even de afronding, wat is dan de missie? Ja, de missie die ik voel en die ik bij heel veel mensen voel en die ik bij jou ook voel, is dat we ervoor zorgen dat we met z'n allen meer naar...
In die hogere trilling terechtkomen, waarin we in acceptatie, in liefde, in vrede, in vreugde, vooral vreugde. Ja, ik heet Femke Joy en ik ben heel erg pro vreugde. Ja. Dat echt de bedoeling is, dat we hier, dat we mogen uit de schuld, uit de schaamte mogen. En het verdriet en de boosheid en de angst weer gaan gebruiken als tools om te groeien naar die hogere trilling. In plaats van dat we daarin verblijven, dat we die mogen weer gaan gebruiken als gereedschappen om weer tot liefde en vreugde en vrede te kunnen komen. Ja. Eigenlijk hebben we een enorme toolbox tot onze beschikking. Ja, absoluut. En het is echt de kunst om te gaan leren hoe we die kunnen gaan gebruiken. Inderdaad, het leven wat een veranderende beweging is, en zo zie ik dat we die gewoon gaan toepassen in onze iedere dagelijkse dag die we hebben. Ja, ja, precies. Ja. Dus en die missie die heb ik niet alleen. En dat vind ik heel fijn, want heel veel mensen hebben die missie. En als we ons samen, als we dat samen doen, dan wordt het helemaal kan het alleen maar nog groter worden. Ja, zeker. Ja. Nou, super dankjewel voor je gesprek en je openheid. Ja, jij ook bedankt. Ik vond het heel fijn. Ja. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Marieke Ebus over haar werk als verpleegkundige en integraal stervensbegeleider.